Goedemiddag. In 10 supermarkten van Carrefour hebben de vakbonden gestaakt en belet dat er gewinkeld kon worden. Ze protesteren tegen de opening van een vestiging in Brugge, waar het personeel tot 30% minder verdient en meer moet werken, ook op zondag. In Burgt en Oudergem is de Carrefour weer opengegaan na de tussenkomst van een deurwaarder met een gerechtelijk bevel. Christen Nijs. In Schoten was de situatie duidelijk. Alles potdicht. 3 werkwilligen op 250. De vakbonden zijn bang dat Brugge nog maar het begin is. Dat ook hypermarkten hier overgaan naar zelfstandige detailhandelaars. Met 30% lagere lonen, een uur langer werken en veel goedkoop zondagswerk. Ze verwijzen daarvoor naar de verkoop van 16 kleinere GB's eerder al. Laat ons duidelijk zijn, we hebben vorig jaar een herstructurering gehad bij Carrefour in de supermarkten. We hebben gezien dat Carrefour verschillende supermarkten heeft afgestoten en ondergebracht onder de zelfstandige kleinhandel. Ja. Wie zegt dat dat niet zal gebeuren bij de hypermarkt? Ik vind het eigenlijk juist. Wat ze doen in Brugge met die mensen, dat vind ik eigenlijk niet juist. Iedereen gelijk voor de wet. Het verschil is ook, ze krijgen dan ook meer loon omdat ze meer werken. Hè. Omdat ze meer zondagen moeten werken. Hè. In onze tijd moesten wij ook nog zondags werken. Daarmee zitten we in Burgt, ten zuiden van Antwerpen. Daar liggen de karren wel omver, maar de winkel is open. De klanten kunnen gewoon langs de vakbondsdelegatie heen. Nochtans was de winkel eerst dicht. Nadien is een deurwaarder gekomen en zijn wij verplicht geworden om de mensen binnen te laten. Dus anders was er een dwangsom voorzien van 1000 euro per persoon dat wij dus niet binnen lieten. Helaas stellen wij vast op de voorbije dagen opnieuw dat wij herhaalde malen initiatief genomen hebben om het overleg opnieuw op te starten. Ook nu hebben wij weer moeten vaststellen dat er van de kant van de vakbonden uit geen bereidheid tot praten is. Ja, dan hebben wij geen andere keuze. Dat klokt dan weer een soort vakbondsguerrilla uit. Vakbondsmilitanten gingen winkelen en vulden hun kar met zo bizar mogelijk inhoud, waarmee ze dan de middengangen vulden en kassa's onklaar maakten, zodat mensen langer moeten wachten. Het wordt grimmiger. Men heeft nog niet beseft bij Carrefour hoe grimmig dat het kan worden. We zitten nu nog in het systeem van de beurtstaking. Elke vorm van provocatie zal van ons ook leiden, hè, tot een beharding van ons standpunt. In Oudergem bij Brussel kwam er zelfs even politie aan te pas, toen een lid van de stakerspost weigerde zijn naam door te geven aan de deurwaarder. Ja, Christen Nijs bij Carrefour in Burgt. Grimmig is het woord dat ik onthouden heb uit je verslag. En zo te zien, is dat inderdaad ook zo? Hoe komt dat? Het is in elk geval aan het escaleren. De actiebereidheid was al groot. Mag eraan toevoegen, ook in Wallonië. Vergeet niet, 6 van de 10 Carrefours die vandaag dicht zijn, liggen in Wallonië. En daar komen nu nog deze wederzijdse pesterijen bij. Los van de vraag wie gelijk heeft, deurwaarders erbij halen en anderzijds vakbondsguerrilla door het gedoe in de winkels te verstoren, dat is niet van aard om de gemoeder te bedaren, in tegendeel. En dus, er waren hier al voor de volgende weken acties telkens per provincie aangekondigd, maar ik heb de indruk dat er gedacht wordt aan het verharden van die acties. En dat vraag ik aan Jan De Wege van de Socialistische Vakbond. U gaat inderdaad naar het opvoeren van de acties? Nu, we voeren inderdaad de acties op. Het is onze derde actie in rij. En zoals u zelf aankondigt, de acties zullen opgedreven worden, zowel in frequentie als in het aantal winkels die wij zullen sluiten de komende dagen en weken. Ja, maar de directie zegt, we hebben aangeboden om te onderhandelen. We zijn ook bereid om wat toegeving te doen in verband Brugge, maar ze willen niet luisteren, ze willen niet praten, de vakbonden. Nu, wij hebben tot nu toe nog maar eenmaal rond de tafel gezeten met de directie. En wat daar op tafel kwam te liggen, was onaanvaardbaar. En dat zijn de 150% regeling die men toegeeft om de werknemers te werk te stellen op zondag. En dat is een aankooppercentage, een kortingskaart, laten we het daarbij houden, die eigenlijk niet opweegt tegen het voordeel en de voorwaarden die de huidige werknemers van Carrefour hebben. Als u zo voortdoet met acties, gaat u dan niet de neiging vergroten van de opperdirectie van Carrefour om uit België te verdwijnen, zodat ze geld kunnen vrijmaken om te investeren in groeimarkten elders? Nu, als dit soort acties er zo toe leiden om Carrefour te overwegen uit België te vertrekken, dat kan ons alleen maar sterken. Ik bedoel daarmee, dat kan alleen maar het gelijk van de werknemers sterken, dat ze inderdaad moeten vrezen dat zij morgen onder diezelfde voorwaarden als de mensen van Brugge moeten te werk gesteld worden. Ja, maar dan op de duur gaat u staken om gelijk te krijgen en gelijk krijgen, namelijk dat er afdankingen komen. Nu, dat moeten we inderdaad kost wat kost vermijden. We zitten in een oorlog, laat ik het die woorden misschien gebruiken. Beide partijen houden hun gelijk aan. Nu, wij zijn vragen aan de partijen om zo snel mogelijk rond de tafel te komen zitten, om tot een onderhoud en een onderhandeling te komen.
slotvraagje. Ik zag hoe vakbondsmensen in de winkel karren vulden met eigenlijk niet echt zinvolle koopwaar. En eigenlijk de mensen het winkelen beletten. Ze waren al in de winkel. Treft de directie niet meer, want dan gaat u eigenlijk alleen maar de klanten die staan te wachten treffen. Nee. Laten we misschien dit verhaal toch in de juiste context plaatsen. Er is hier 80% van de mensen bereid om tot actie voor te gaan. 80% van de mensen zijn in staking. U weet even goed als ik dat men hier een winkel kan openhouden met enkele kassiersters en wat kaderleden. Oké, maar als het dan gebeurt, als het dan open is, waarom dan nog, als die toch open is, die winkel, waarom dan nog de klanten een beetje sarren door ze langer te laten wachten aan de kassa's? Nu, als er de directie vaststelt dat er zo'n groot percentage stakingsbereidheid is, waarom dan nog zijn winkels openen? Dat is nog meer provocatie naar de werknemers die dan wel solidair zijn, die dan wel overgaan tot staken. Dank u wel. U hoort het, Martin. Je bent begonnen met de vragen of het grimmiger is. Het antwoord is zonder meer ja. Ja, dat is wel duidelijk. Blijf het volgen, Chris.